Goeie allere en van harte welkom. Wat fijn dat jou weer sjuggen en harkje naar RTV NOF. Het is snijnt mannen op dit moment en het is weer tier voor een tjerkentjenst. Noffelijk dus dat je allebei naar je sjuggen. We zitten nog steeds in de coronatiet en vanuit de huur. Wij hopen dat jou in ieder geval allere zo volle mogelijk gezoen binnen. Pas nog steeds op elkaar en blijf zo volle mogelijk thuis. Want wij als vrijwilligers van RTV NOF brengen deze tjerkentjenst ek weer graag bij jou thuis. Voorganger voor deze dienst is dominee Oldenhuis. Vanuit u is ik alvast een hartelijk welkom aan hem. En de muzikale invulling zal voor de tweede keer in deze corona-reeks, hoe we gaan zeggen, invuld worden terug Grien. En ik voor hun ben we tieren blij dat ze weer bij ons binnen. De liturgie hij voorogend aan deze dienst, in ieder geval op televisie alvast zien kind. Nou, de rest van de dienst wie zeg ik wel weer vanzelfs. Ek de collecte is weer een onderdeel van deze dienst. Je zorgt de informatie, hij is de correctie en ik tijdens de dienst die voorbij komen zien. Likas vorige weken collecteren we weer voor Stichting ZOA, het Corona Noodhulpfonds. Verderop in deze dienst zie je daar nog wel iets meer over. Namens alle vrijwilligers van RTV NOF en iedereen die hier aanwezig is en dat binnen net heel volle, wensen we jou een hele noffelijke, maar vooral gezegende dienst daar. Ja, lieve mensen thuis, wees u ook van harte welkom hier in deze uitzending. Wat fijn dat u bij ons bent en dat we met elkaar zo deze dienst mogen beleven. We willen eerst samen stil worden voor God en hem ons leven voorleggen. Laten we bidden. En wij belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft voor altijd. En die nooit loslaat het werk dat zijn vaderhand ook aan ons leven begonnen is. Genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer, de opgestane Heiland, in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren nu naar het lied Kroon hem met gouden kroon.
Heer, wat is dat goed dat we dit adres mogen hebben, dat u voor ons er bent. En dat we mogen weten dat we vanmorgen ook met elkaar verbonden zijn. In onrustige tijden bij u de rust vinden. Wat is dat heerlijk. Ook daar waar alle vastigheden en zekerheden uit het leven weggeslagen zijn. Wij mogen weten dat de zekerheid bij u te vinden is. En zo komen we bij u met heel ons leven. En we danken u dat het mag en dat we mogen uitzeggen en uitzingen wat in ons hart is. We leggen ons leven voor u neer. En wij bidden van u, Heere, zie ons aan in uw genade. Doe weg alles wat ons van u afleidt. Breek alle barrières weg tussen mensen onderling. En laten we leven uit uw liefde, uit uw genade. Want de zonde steekt altijd een staak in ons wiel, zodat we niet het juiste spoor houden. En daarom bidden wij om uw kracht, om uw genade. Dat we leven vanuit die genade van u, dat we leven vanuit die kracht van uw liefde en dat we zo ook in deze wereld er staan. Ook vandaag. Elkaar helpend, lettend op elkaar en zeker niet loerend naar elkaar, maar elkaar in liefde dragen en verdragen en in liefde ook verder dragen. Dat we ook de toekomst voor ogen mogen houden. Ook al is die voor ons gevoel vandaag zo donker, dat we mogen weten dat er één is die vooraan gaat. Ook al leven we in deze tijden in een vreemde woestijn, waar we niet weten waar de volgende oase zal opdoemen. Maar we geloven in uw nabijheid. We geloven dat u met ons meetrekt. Door dik en door dun. En zo komen we bij u en bidden ook een zegen over deze dienst. Heere, wees u met allen die met ons verbonden zijn en die zo ook meeluisteren. Geeft u ons een gezegende dienst en laat het woord ons hart raken. En daartoe hebben we de kracht van uw Heilige Geest nodig. Heere, kom met die geest in ons wonen en laat die geest werken. Stel ons hart open voor uw heilig woord. Zo komen we bij u. Zo danken wij u in Jezus' naam. Amen. Ik lees een paar woorden uit Psalm 63. Een psalm die geschreven werd door David toen hij in de woestijn was. God, zegt hij, u bent mijn God. Ik zoek u. Mijn ziel smacht naar u. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Die liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. Ik wil u prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. En jubel ligt op mijn lippen. Mijn mond zal u loven. En als ik op mijn bed lig, denk ik aan u. En als ik waak in de nacht, dan prevel ik uw naam. Want u bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht. Met heel mijn ziel. En uw rechterhand, die zal mij vasthouden. Dat is toch ook een heerlijke belofte. Dat Gods rechterhand ons vasthoudt. Dat we er niet alleen voor staan. Maar dat hij er is. Die er is. Ook als de storm opgestoken is in ons leven. We hebben vader, zoon aan boord, zegt een oud lied. En het veilig strandt voor het oog. Ik lees u ook een paar woorden uit de brief aan de Romeinen. En daarvan lezen wij in het 12e hoofdstuk. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Hebt elkander van harte lief met
innige liefde als van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dient de Heere. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Tot zover. Wij gaan nu samen luisteren naar het lied Heid. Ik vreeg je mij vaak oor. En in dit lied zongen we de lof uit aan die God, die het zo waardig is om bij hem te komen en bij hem te blijven. Heid, ik vreeg je mij vaak oor. Zonder jou, wie leven wie, wie ik net voor jou boadske doof. Wat jou zon van mij die, zon, jou ben heidags bin, wie dit met u zien jou gezin. Viel mij nou net eens meer, mijn heid spie mij keer op keer. Waar wil bij hem komen? Waar wil bij hem komen, waar wil bij hem komen, hij hoort van die. Waar wil bij hem komen, waar wil bij hem komen, waar wil bij hem komen, hij hoort van die. Vaak oud zonder jou, mijn leven wie het net voor jou wat gedoof. Wat jou zon van mij die me zoekt, jou ben heidags bin, wie dik mij dus in jou gezin. Viel mij nou net eens meer, mijn heid is bij mij keer op keer. Waar wil voor hem leef je? Waarvoor voor hem leef je, waarvoor voor hem leef je, hij stoort voor u. Waarvoor voor hem leef je, waarvoor voor hem leef je, waarvoor voor hem leef je, hij stoort voor u. Zalang je er ben, heid ik wil jou prijsje, heid ik wil jou prijsje, heid ik wil jou prijsje, zalang je er ben, zalang je er ben. We gaan lezen uit het evangelie van Johannes en daarvan het 21ste hoofdstuk, de verzen 1 tot 14. En daarna wordt voor ons gezongen, ik wil nou waarom gaan. Johannes 21 vanaf het eerste vers. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus, en nog twee andere leerlingen. Petrus zei,
ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig de mens die het evangelie hoort en er ook uit leeft. Halleluja. Er is altijd een moment om die oor te vragen, ben ik bij God kan? En op dit moment kan je zeggen van, ik ga je naar jou toe. Ik wil daarom gaan naar de God die van mijn hart. Ik wil nu daarom gaan. Ik zit hier bij bargen, vol noeden en zwarren. Wat ha ik jou onnieuw, mijn hart hier van steen. Ik wil nog waarom gaan, wie hinder op ons dien. Heid jou, wil ik zien, al is maar als fijn. Ik ha hem verlitten, maar dat ha ik weten. Wat ha ik jou neem, mijn hart die van steen. Ik wil wel waarom gaan, wie hem er op ons leen. Heid jou, wil ik zien, al is maar als vijand. Ik hoor eigen zin de man, mijn het meer onheem jou. Wat ha ik hem onheem, mijn hart wie van stier. Ik wil nou waarom gaan, wie hem er op ons heen. Heid jou, wil ik zien, al is maar als fijn. Opsteen, mij mee naar huis heen. Wat ha wij hem onnieuw, huis had wie van steen.
Let ons nou weer omheen, wie hinder op ons heen. Wij willen jou zien, al is maar als fijn. Na de preek wordt voor ons gezongen Ries Urein. Een lied van hoop, een lied van toekomst. Er is leven. En daar gaat het ook om in Johannes 21. Ik heb als tekst genomen 5b van Johannes 21. Daar zegt Jezus: hebben jullie soms iets te eten? Nee, zeiden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve luisteraars en kijkers thuis, Johannes 21 is een extra, een surplus op het evangelie dat hij geschreven heeft. Want het houdt eigenlijk op met Johannes 20. Dat is het laatste hoofdstuk. En het is net alsof Johannes gedacht heeft, ik moet er nog even wat bij vertellen. Eigenlijk kan hij helemaal niet ophouden. Want als je over Jezus spreekt en over alles wat hij gedaan heeft in jouw leven en over alles wat hij wil doen, dan kun je niet stoppen. Jaren geleden, toen hij nog thuis was, dat is hij al een poosje geleden, schreef mijn moeder vaak brieven naar haar zuster en naar haar broer in Canada. Tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal anders, maar toen ging het nog per luchtpost. U kent dat misschien nog wel. En als ze dan de brief vol had, dan moest ze aan de kant, als er nog een heel klein beetje ruimte was, nog even schrijven van dat en dat is ook nog gebeurd. En zo gaat het ook een beetje bij het evangelie van Johannes. Dat moet ik ook nog even vertellen. Dat ook nog. En zo is dat bij ons terechtgekomen vandaag. Als een geweldig evangelie voor ons. Ook dat laatste hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Jezus verschijnt. Hij is niet dood. Hij is opgestaan uit de doden. Aan de andere zijde van het graf is hij daar om ons in het leven bij te staan. Om tegen ons te zeggen waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik bij je. Ook al is het leven zo gestagneerd. Ook al zijn er zoveel dingen waardoor je van slag geraakt bent. Zo ook in deze tijd. In deze tijd van crisis. Waar vele mensen geïsoleerd in hun huizen zitten. Waar vooral de oudere mensen geen bezoek ontvangen. Ja, een telefoontje of via internet met elkaar communiceren. Maar toch, het is allemaal anders. We merken dat ook. Er is afstand en we moeten afstand houden. En dat is ook goed. Maar hier in de evangelie doorbreekt Jezus, om zomaar te zeggen, elke afstand. Het begint eigenlijk best een beetje triest, Johannes 21. Want Jezus is dan opgestaan, maar hij is er toch niet meer. Ze moeten toch alleen verder. En wat zal het worden? Ze weten het niet. Ze staan daar met afgezakte schouders aan de rand van het meer. Ja, wat zullen ze gaan doen? En Petrus, die altijd het woord neemt, die zegt, jongens, ik ga vissen. Hè? Verzuchten de anderen. Maar dan gaan wij met je mee. Je kunt betere vissen dan niksen.
heb ik als thema boven deze preek gezet. En daarbij spreek ik geen enkel oordeel uit over die prachtige hengelsport. Maar het gaat er wel om, hier in dit hoofdstuk, dat je iets gaat doen. Iets gaat doen met je handen. Petrus zit dan ook handenwringend aan dat meer. Wat moeten ze nou? Jezus is weg. Hoe zal dat nu verder kunnen? En er borrelt ook nog al het nodige in Petrus. Dat horen we in het laatst van het hoofdstuk meer over. Wij gaan vissen. Ze pakken dat oude handwerk maar weer op. Ze waren jarenlang met Jezus onderweg geweest. Ze hadden alles beleefd wat er maar te beleven viel met hem. Ze hadden de nacht, die donkere nacht, doorgemaakt. Ze hadden ook die morgen gezien. Die ongelooflijke, onverwachte morgen dat hij was opgestaan. Ze hadden tranen van droefheid gekend, maar ook de tranen van vreugde dat hij er weer was. En Thomas was er ook weer bij. En nu staan ze wat verlaten aan het meer. Wij gaan vissen. Dan doe je tenminste wat. Dan doe je wat met je handen. Dan hoef je niet zo na te denken om zomaar te zeggen. Dan kun je je gedachten wat een andere kant op laten gaan. Wat vrij worden. Niet alles geconcentreerd op dat ene. Zoals wij vandaag misschien ook een beetje soms te veel geconcentreerd worden op die crisis. Daar is gelukkig meer. Daar is meer. Ik ga vissen. Ik ga met je mee. Ze springen in de boot. En daar gaat het de zee op. En wat staat er dan bij Johannes? Dat bittere. In die nacht vingen zij helemaal niets. Met andere woorden, het wil niet meer. Je kunt je gedachten gaan verzetten, zeggen mensen dan wel eens. Vroeger zeiden ze, zetten ze een andere grammofoonplaat op, bij wijze van spreken. Maar dat helpt niet. Want dat ene, dat blijft. Hoe moet je nou verder? Hoe ga je nou verder? En dat oude werk, dat wil niet meer. Ik ga vissen. Ik ga met je mee. De hele nacht gevist. Niets gevangen. En dan staat daar ineens een man op de oever. En die roept wat in die vroege, kille morgen. En die zegt, jongens, hebben jullie ook wat te eten? Wat een vraag zeg. Hebben jullie ook wat te eten? Ze hebben helemaal niets gevangen. Misschien wat schelpen in het net of wat stenen. Maar geen vissen, niets om te eten. Niets voor de toekomst. Het blijft allemaal dood op dat vissersscheepje. Hebben jullie ook iets te eten? Nee. Vanuit jezelf dus, ondanks al je inspanningen, moet je nee zeggen. We hebben niets in het net. Alles is leeg. Hoe kan dat nou in vredesnaam? Hoe kan dat nou niet meer willen? Hoe kan dat nou dat alles ons bij de handen afbreekt? Nee, we hebben niets aan te bieden vanuit onszelf. Hoe wij ook ons best hebben gedaan. Hoe we zijn gaan vissen. Altijd nog beter dan helemaal niks te doen. Hebben jullie wat te eten? Nee, niks. Gooi dat net eens aan de andere kant van je schip uit, zegt die vreemdeling daar op de oever. Gooi dat eens aan de andere kant uit. Moet je opletten. Dan zal dat vast wel lukken. Nou, je zou toch zeggen, die ervaren vissers, die wisten toch wel aan welke kant van het schip het net uitgegooid moest worden. Maar allah, ze doen dat. Ze gooien het net uit aan de andere kant van het schip. En dan is het ongelooflijk. Dan raakt dat net helemaal boordevol. 153 grote vissen blijken erin te zitten. Ongelooflijk, zoveel vis in één keer. Hoe is dat mogelijk? Het is de Heer, zegt Johannes. Het moet de Heere zijn die dat tegen ons gezegd heeft. En dan gaan ze vliegensvlug naar het strand varen. En Petrus, die springt van boord, om zomaar te zeggen, om de Heer te ontmoeten. Hoewel er nog afstand is, ze durven niet te vragen wie hij was.
En dan brengen ze dat net straks aan wal. En wat blijkt? Dan is er al een kolenvuur. Dan is het eten al klaar. Dan ligt er al vis. Dan ligt er genoeg om te eten. Ondanks onze inspanningen is er niets in het net gekomen. Maar op zijn woord hebben ze het net uitgegooid aan de andere kant. En door zijn woord is er op het strand een kolenvuur en daar is het eten klaar. Daar worden die vermoeide vissen die de hele nacht zich afgesloofd hebben ontvangen. Daar mogen ze eten. En die vreemde gastheer, die deelt uit wat hij in zijn genade aan zijn kinderen geeft. Ongelooflijk. We gaan nog even kijken naar dat hoofdstuk. Ze stonden daar, ontredderd, die jongens. Ontredderd. En als we goed tellen, dan zijn er 7 leerlingen. 7 leerlingen staan daar. 7 leerlingen waarvan de een zegt, we gaan vissen, dat is beter dan niks doen. 7 leerlingen. 7. Een wonderlijk getal in de Bijbel. Een getal van volheid. Een getal van heiligheid. Getal ook, mag je in deze setting zeggen, het getal van de kerk. Verslagen, zo lijkt het. En toch doen ze wat. En in dat doen worden ze gezien door de meester. Door de meester die de kerk niet in de dood laat zitten. Door de meester die de mensen niet aan de dood overlaat, maar aan de dood ontrukt. Die de mensen met het lege net niet met het lege net laat zitten, maar die het vol laat worden. Dat is een ongelooflijke zegen. Die kleine kerk, die heeft het dan toch maar gewaagd. Ook toen het helemaal niet wilde. Met het woord van die vreemdeling daar op de oever. Gooi het net uit aan de andere kant en het zal vol worden. Het is vol geworden, dat net daar in Johannes 21, daar op de vroege morgen. En daar zie je ze zitten op het strand. Daar mogen ze eten. Eten om zomaar eens te zeggen van Gods genadebrood. Dat is onvoorstelbaar. Van Gods genadebrood eten. En dat is iets, lieve mensen, waar wij altijd van moeten leven. Ook vandaag. Ook in deze tijd van crisis, in deze tijd van zorg, in deze tijd van isolatie, in deze tijd van eenzaamheid, in deze tijd dat je niet weet wat morgen brengen zal. In deze tijd waar velen het vaste adres kwijtgeraakt zijn. In deze tijd waarin wij gedacht hebben dat we best zonder God zouden kunnen. In deze tijd waarin we gedacht hebben, och mensen, we redden het wel. We gaan weer vissen. Het net wordt wel weer vol. Het komt allemaal weer goed. We geven elkaar een schouderklopje en prima. Maar nee dus. Afstand houden. Geen schouderklopjes. Geen hand. En dan is hier dat woord. Dat woord waarvan wij ook mogen leven. Dat woord waar we het van mogen hebben. Waar we het ook van moeten hebben. We hebben het gelezen uit Psalm 63. Heer, ik verlang naar u. Mijn ziel is aan u verkleefd. Maar uw rechterhand, die zal me vasthouden. En die rechterhand is eigenlijk hetzelfde als dat woord dat Jezus spreekt op de oever. Gooi het net uit aan de andere kant. Jongens, kom maar hier met alles wat je gevangen hebt in mijn naam. En dan blijkt dat hij de eerste is. De eerste uit de doden, maar ook de eerste die ons voorgaat. Ook de eerste die ons zijn hand reikt, die ons zijn hart reikt, die ons zijn genade schenkt, die ons genadebrood doet eten. Dat is het. Het zijn de onverdiende gunstbewijzen die we van de Heere mogen ontvangen. Dat geldt ook voor deze tijd. Daar mogen wij naartoe.
met heel ons leven. Daar ligt het vaste adres. Want de Heere troont boven de macht van dit vernietigende virus. De Heere troont boven de stormen van de zee. Ik las vanmorgen nog Psalm 93. De stromen kunnen zich verheffen. Het geweld van de wateren is onvoorstelbaar. Maar boven dat alles troont de Heere. Zo ook in Johannes 21. Boven onze onmacht, boven onze moeite, waar wij de netten leeg hebben, waar we niet weten ook hoe het economisch worden zal. Een ramp voor velen, we weten dat. Maar dwars daardoorheen geloven wij dat er één is die ons vast wil houden. Dat er één is die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Ook vandaag, in deze spannende en moeitevolle tijd. Wij vluchten naar hem. En we leggen ook maar onze bevende handen in zijn machtige vaderhand om Jezus wil. Wij leggen ook maar alles wat we in zijn naam gevangen hebben voor zijn voeten neer. Want dan is er hoop, dan is er toekomst. Niet omdat die toekomst door onszelf bedacht is. Niet omdat die krachten door onszelf ontstaan zijn. Maar door hem die ons roept. Gooi het net uit aan de andere kant. Daarbij komt vertrouwen. Vertrouwen op hem alleen. Die de wereld en mij en u in zijn heilige handen zal houden. Zo wil ik besluiten met een oud belijdeniswoord. Waar ligt je enige troost, ook vandaag, in leven en sterven? En er wordt daar in die oude catechismus geantwoord. Dat ik in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid, het eigendom ben van mijn getrouwe heiland en zalenmaker, Jezus Christus. Gooi het net maar uit op zijn woord. En je zult vinden, dat heet nog altijd genade. En van dat genadebrood moeten we eten en leven. Ik wens u een hele gezegende zondag en een goede nieuwe week. Amen. En van die hoop wil we zingen. Die hoop die Jezus u zien had, doet er hier op ieder weer. En doet er dwars door de mensen opwekken. Zei ik, de widowvrouw van Nain, die haar zoon verleent. En Jezus kwam de rouwstoet voorbij. En die wekte de zoon op. Hij zei ze hem, ries oerijn. Vrouw van Nain, een vaar de rouwstoet door. Koen er ons als klein, want haar zoon, die verstoan. De dee pakt alle meesken, en het leven dat je het verspot. Waardoor ze nog te jouwen in een god. Zeg haar trinnen, die weer bij haar begin. En hier te liek bezwaar gestilte steen en ja stien. De Heer van alle lippen, kom hier de dee uit mat.
De deel onderin hem net, de Zoon van God. Jezus is het leven, hier in te leven. Jezus macht is groter als de onmacht van de deel. Al wat Jezus valt, zet het in varskut. Eeuwig leven, vies zo net. Als in Gods heilige de liek bezwaarges wachten, de dingen die stil aan. De weerde vrouw zei smachtend, heer ik leeuw, du mast de dee belizia, want het is net de eind. En Jezus zei, jong feit, kom rizur rein. Wij willen samen de Heere God danken en onze voorbeden doen. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader, wij willen u van harte danken dat we vanmorgen zo ook met elkaar deze dienst hebben mogen beleven. Wij danken u voor uw woord. Dat woord dat altijd ons wil troosten. Ons de kracht wil geven om verder te gaan. Dat woord dat altijd opnieuw ons een impuls geeft om ons te houden aan u. Ja, we weten dat, we kunnen dat niet uit onszelf. En we mogen ook geloven dat u er bent, ook vandaag. Ook in deze tijd. Wij danken u voor alles wat wij zien buiten. Hoe u alles in een bruidskleed hebt getooid. Hoe de bloeiende bloemen er zijn, de zingende vogels. Het lijkt alsof er niets aan de hand is. En toch is er zoveel aan de hand, waar wij ons grote zorgen over maken. Dat is die sluipmoordenaar, dat virus dat niet voor onze poorten ligt als een macht die ons wil innemen, maar een virus dat reeds binnen onze poorten is en al vele slachtoffers heeft gemaakt. Deze vijand die te duchten is, deze vijand die we op afstand willen houden, waar ook alles aan gedaan wordt. Wij bidden vandaag in deze dienst voor mensen die verlies geleden hebben. En die op de dag van afscheid ook zo met een paar mensen afscheid konden nemen. Geen hand. Geen schouder aan schouder staan. Geen tranen delen, om zomaar te zeggen, op elkaars schouder. Geen warme omhelzing. Dat virus maakt ons koud, dat drijft ons uit elkaar en toch, wij geloven dat er één is die sterker is dan alle machten die zich verheffen. En dat bent u. En daarom vluchten wij ook, Heere, tot u. In al onze nood, in al ons verdriet, in alle eenzaamheid, want vele mensen zitten eenzaam op hun kamer of in een huis, in quarantaine, of liggen in de ziekenhuizen, worden beademd. Heer, wilt u bij hen zijn, geeft u genezing, geeft u toekomst en uitkomst.
En voor de mensen die weer van de IC afgekomen zijn, bidden wij, Heere, geef herstel, sterk hen ook bij het revalideren. Zo bidden we ook voor allen die met zoveel inzet van al hun kracht in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, in bejaardenwoningen en bejaardenhuizen werken. Al die mantelzorgers die ervoor zorgen dat de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd niet alleen staan en ook in deze tijd erdoor komen. Er is veel moed voor nodig, veel kracht voor nodig. En daarom bidden wij, Heere, geef die kracht. En dat wij ook vol mogen houden. Ook voor onze regering is het een zware tijd. En dan wordt niet alleen gekeken gelukkig naar de economie, hoe belangrijk die ook mogen zijn, maar juist ook naar de gezondheid van mensen. Hoe houden we het met elkaar vol? Heere God, geeft u sterkte en kracht en moed. En wilt u er zijn met uw Heilige Geest, telkens opnieuw. En dat we niet schouderophalend er mogen staan, maar mogen zeggen, wij gaan in uw naam ervoor. Zo dragen we alle mensen die getroffen zijn door deze sluipmoordenaar aan u op. Ook in economisch opzicht. Mensen die handen wringend zitten van hoe moet het nou verder, ondanks steun van de regering. Maar komen we erdoor? Zullen we ons bedrijf op de been kunnen houden? Al die angstige vragen in zoveel bedrijfstakken, zoveel zorgen, zoveel noden. In een tijd die we nog nooit eerder hebben beleefd. Maar ook in deze tijd geloven wij in de macht van die ene man daar op de oever. Die ons toeroept. Hoe is het met jullie? Hebben jullie wat te eten? Weet dan dat ik er ben, van dag tot dag. Ik heb het beloofd, ik ben bij jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Heb goede moed. Dat is niet een leeg en loos schouderklopje van mensen. Maar dat is het woord van de Mensenzoon, die ons ook vast wil houden in tijd en in eeuwigheid. En zo komen wij tot u, Heer, met al onze nood, met al onze zorgen. En wat zijn er ook een zorgen in vluchtelingenkampen. Vreselijke, verschrikkelijke nood. Waar wij niet weten hoe erg het allemaal is. Vele plekken op deze aarde, daar is geen uitzicht, op geen enkele wijze. Daar heb je nog geen plek om je handen te wassen, om fatsoenlijk naar het toilet te gaan. Onvoorstelbaar. Wij bidden, Heere God, lenig de nood. En wilt u ook met uw heilige hand dit virus wegmaaien? Wij leggen misschien het onmogelijke aan u voor. Maar zegt de schrift het niet dat voor de Heere niets onmogelijk is? Wij beroepen ons op uw belofte. En wij buigen voor uw majesteit. En wij bidden, Heere God, ontfermt u zich over ons allemaal. Dat we juist ook in deze tijd tot bezinning mogen komen. We dachten alles in de hand te hebben. We dachten overal een pilletje voor te hebben. Maar hoe zijn die gedachten doorbroken? Hoe zijn die gedachten platgeslagen door alle omstandigheden? Heere God, ontfermt u zich over ons met uw barmhartigheid in Jezus Christus. We danken u op deze dag ook dat we er mogen zijn en dat deze mogelijkheid er is. We danken u ook dat onze koning zijn verjaardag mag vieren morgen. En wij bidden, wilt u met hem zijn? Ook voor hem en voor zijn gezin is het een hele spannende tijd. Zoals ook voor de onze. Wilt u hem ook steunen en sterken? En dat ook in dit gezin
dat oude vers van ons vaderlandse volkslied sterk mag worden. Mijn schild en de betrouwe, zijt gij, o God, mijn Heer. Heer, en dat dat lied dat morgen ook wijd weer mag klinken, dat dat lied ook in ons leven de leidraad mag zijn. Mijn schild en de betrouwe, zijt gij, o God, mijn Heer. Welke tirannie ons ook mag bedreigen, wij geloven dat er één vooraan gaat. De goede herder. Zoals Psalm 23 het zegt. Zelfs al ga ik door een dal van schaduwen des doods. Ik vrees niet, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. De goede herder gaat voor. Niet alleen op deze goede herderzondag. Maar alle dagen van ons leven. En zo komen we bij u, Heere God, met al onze beden, met al onze voorbeden, met al onze dankzeggingen. En wij zeggen dat tegen u, in de naam van onze Heiland, Jezus Christus. Heere, hoort u ons en verhoort u ons, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De collecte is vandaag bestemd voor ZOA, dat is hulp aan mensen in nood. In dit geval speciaal voor het Corona Noodhulpfonds. Voedsel voor gezinnen die er absoluut niet aan kunnen komen, voor hygiëne. Burundi is nu als plek aangewezen waar het ook heel moeilijk is dat mensen in elk geval weer de handen kunnen wassen. Dat lijkt ons vreemd, maar in vele delen van de wereld is dat een onvoorstelbare luxe. En u kunt uw gave geven op www.kerkcollecte.com. Van harte aanbevolen. En dan gaan we tot slot luisteren we naar niet zoals Petrus. Like as Petrus. Ja, dominee die had een paar keer in de preek de hoorn van God neemt. Dat we daar veiligheid beschikken mee. En dat zien we net altijd liggen goed. Eigenlijk krijgt Liek als Petrus, die zei het ook net altijd liggen goed. Toen er in een storm zit, toen rikte Jezus hem de hoorn daar. En zo ik het ook net altijd liggen goed dat die hoorn er is. Maar hij is de dos. Ik voel me vaak liek als Petrus. Jezus zei zijn discipels, vaar jong oer het wetter en ge maar naar de oren kant. Zelfs hoe hij wat letter komen, want hij wil eerst bidden. Die dag zie hij het hiel drok aan. Het begon al gauw te stormen, golven waren heger. De master zelfs, wie die er maar. Wat van wie's rond er uit wetter, het wieg is boog wie Jezus. De Heere wie door werbiharen. Ja.
Petrus woe bij Jezus komen, staat de oude ronnen. En kuieren rustig op hem taal. Petrus ron over het wetter, wie is vol vertrouwen. Maar maast die wien, nou krijgt hem aan. Heer, hou me het verzoek, ik kom hier om mijn wetter. Hel je me hier uit. Jezus pakte Petrus bij de hand. En zei, du hast hem in vertrouwen. Wat bist onwis? Hast hem in vertrouwen, bist net wis. Soms viel ik me liek als Petrus, rennen door het wetter. De storm in komt, voel op me aan. Ik zag je samen bij mij, Petrus, in dat je bewetter. Mijn Petrus droom, ik Jezus aan. Hier hou me het verzoek, kom je om mijn wetter. Hel je me hier uit en pak me liek als Petrus bij de hand. Dat was weer prachtig. Jongens, ook bedankt voor jullie geweldige bijdrage. En ik hoop, lieve kijkers en luisteraars thuis, dat u er ook van genoten hebt. Dat wij mogen weten dat er één is die ons vastgrijpt. Ook als wij wegzakken in het water van de nood van ons bestaan. We mogen nu weer onderweg gaan. Ik wens u een hele gezegende week. Ik wens u alles wat u nodig hebt. En mensenwoorden schieten tekort, maar het woord van God houdt stand in de eeuwigheid. En in zijn naam mag ik u groeten, in Gods naam en zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap en de trouw van zijn Heilige Geest is en blijft met u allemaal. Amen. En daarmee bidden we aan de eindkamer van deze kerkendienst. Wij hopen echt dat jou genoten hebt van deze dienst. Je kunt het dienst nog een keer weer zien vanaf jong zon uren op uw televisiekanaal RTV NOF. Dat is kanaal 20 via Kabel Noord. En ook via uw site rtvnof.nl kun je hem nog een keer weer zien. Hij wordt dan ook weer hellen iedere keer, dus dan kun je nog een keer zien. De collecte die zorg je op kerkcollecte.com. Daar vind je ook nog wel meer informatie over het Corona Noodhulpfonds ZOA. En ik via onze social media kanaal een keer daar meer door lezen. En daar vind je ook in de rin van de dij de verhelling van de dienst erom. Zodat je op je eigen moment nog een keer zien wil. Namens alle vrijwilligers van RTVNOF en van de protestantse gemeente van de Westerijn die hier onwijzig binnen, wens ik wij jou ook een hele noffelijke snijnta. Pas op jezelf en hopelijk graag weer ontnijwieke snijn. Doeg.